De Japanse duizendknoop werd jaren geleden door von Siebold mee naar Leiden genomen. Inmiddels vormt het kleine plantje een probleem in heel Nederland. Het is een heel klein plantje, maar als je her en der kijkt, en kijk maar eens langs de spoorwegen en dergelijke, dan zie je planten zeg maar ontstaan van 2,5 tot 3 meter hoog. Het is een woekeraar. Hij drukt al je bestrating omhoog. Hij gaat in wat hier net hebben gezien in brughoofden zitten, dus hij drukt echt alles weg. De gemeente bestrijdt de invasieve exoot door hem met elektriciteit weg te branden. 5000 volt is het hoogste, 3000 is midden en 1500 is het laagste niveau. Kleine plantjes hoeven niet zoveel stroom, maar hoe meer stroom, hoe minder het helpt. Je moet ze even kittelen. De bestrijdingsmethode is overigens niet zonder gevaar. Dit is wel een plekje dat is wel een beetje gevaarlijk. Hè? Want veel ijzerwerk. Hey, ik hoef maar een stukje ijzerwerk aan te raken. En mensen verderop die raken het hek aan, dan krijgen ze stroom. Voor wie thuis de plant aantreft, heeft de gemeente nog een belangrijke tip. Als je dat nou hebt, zeg maar, en je gaat dat groen weggooien, dan zou je normaal zeggen, ik gooi het in de groene container. Maar de Japanse duizendknoop moet je in de grijze container. Want hij gaat echt naar de verbrandingsoven om verspreiding tegen te gaan. Als je hem laat composteren, hoeft maar een klein stukje te zijn. En een klein stukje geeft een grote plant.